Hoewel fanatiekelingen anders doen vermoeden, zit niet iedereen op kerst te wachten. Sterker nog, er worden rond deze periode nogal wat zelfmoordpogingen gedaan. Mensen voelen zich extra eenzaam. Kan een kerstboom iets aan deze eenzaamheid doen? Ik moest die lampjes hebben, want... Wie heeft kerstverlichting gekocht? Ja, ik heb 30 lampjes gekocht en ik vroeg hoe lang is dat? Ze zei ze 3,5 meter. Dat zegt je niks met zo'n boompje, hoeveel dat is. Ja. Hoe ver dat is. Ja. U bent wel een fan van kerst. Ja, ik ben wel een fan van kerst. Vorig jaar had ik er niet één, want toen was ik aldoor bij mijn moeder. Maar die is er nou niet meer, dus dat kan niet. En ik kijk veel televisie, dat doe je als je alleen bent. En in het begin dacht ik van, nou, mijn broer zal me wel uitnodigen. Of mijn andere broer, maar die gaan allemaal... doen ze iets met de kinderen. En mijn dochter woont in de States, dus daar ga ik niet zo gauw naartoe. Bent u wel eens alleen? Ja, ik ben vaak alleen. Ik ben alleen. Het accepteren dat je alleen bent. Ja. En hoe gaat u daarmee om? Nou, dan blijf ik lekker in bed liggen en dan probeer ik de hele dag te slapen. Ik kan niet tegen alleen zijn. Nee? Nou, dan weet je dat bij deze. Voelt u zich wel eens alleen? Ja, ik voel me eigenlijk... Eigenlijk voel ik me wel alleen, maar ik zal daar niet aan toegeven, want ik heb het niet slecht of zo. Deze, want die is heel mooi uitdagend, glimmend rood. Zo, en dan hier een paar, zo. Ik voel me wel versierd. Oh, dat is goed. Hallo. Hoi, wat is dit nu? Mag ik uw kerstboom zijn? Ja hoor. Viert u kerst? Ja, waarschijnlijk ben ik alleen, maar dat is geen tegenstrijdigheid. Met wie zou u het liefst onder de kerstboom zitten? Nou, dat is toch mijn grote liefde. Alleen denk ik dat we vrij gauw van onder de kerstboom toch op een sofa of een bed of een brede bank terecht zouden komen. Wilt u geen kerst met hem vieren? Nee, want dat viert hij thuis. Ik bedoel, dat zou op zichzelf leuk zijn. Ja, het is een beetje dubbel wat ik zeg. Want als hij geen partner had, van al meer dan 35 jaar geloof ik, dan zou ik natuurlijk waarschijnlijk hem veel vaker zien. Mag ik misschien even in uw woonkamer staan als kerstboom? En vieren jullie het ook wel eens met een moeder? Onze moeder is niet hier. Die is niet hier? Ze is in een buitenland. Pakistan. Ah, zij is in Pakistan. Oké. Okay. Zou jullie niet het liefst ook met haar kerst vieren? Jawel. En waarom kan ze niet hierheen komen? Dat weet mijn vader. Ook al papierkie problemen met de papa. Ze heeft papieren probleem. En de papa ziek. En vader is ziek daarom. We missen u heel erg, mama, en we houden van u. Mevrouw, maar luister, ik ga u één ding zeggen. Kerst in mijn hart is elke dag, niet alleen 24, 25, moet het kerst zijn. Elke dag in ons hart moet het kerst zijn.